Gradi Jansen, poppenmaakster. Om een babypop te maken heb ik nodig een Tempex hoofdje, een PVC buis, een appelboor, een bolletje, houten bolletje om die oogjes een beetje goed uit te hollen, want die ga ik met een appelboor ga ik die dus uitdraaien. Ik begin nou met de appelboor een maatje te maken, zodat ik wel op een goede afstand die oogjes erin kan zetten. Ik ga nu eventjes in mijn doosje kijken welke ogen ik in dat hoofdje ga doen. Ik vind deze toch wel heel leuk, mooi. En die ga ik nu erin drukken. En door de zelfhangende klei, doordat die klei beweegbaar is, kan ik zelf alle kanten oprichten hoe ik de ogen, de stand van de ogen wil hebben. Ik gebruik hier een speciale kunstklei voor, synthetisch. En dat komt uit Australië, dus dat komt heel ver weg. Ik begin nu eerst een hele dunne laag klei over die Tempex hoofd te leggen, dat die bedekt is. Dit is het voorhoofd. Dat is behoorlijk. Want zo'n baby, zo'n pasgeboren baby, zit nog helemaal ingepakt in haar velletje als ze geboren wordt. Dan zie je veel rimpeltjes en laagjes en de oogjes zitten nog diep in het velletje, omdat het allemaal uit moet groeien in de toekomst. Als alles een beetje glad gewreven is, begin ik zo langzamerhand opbouwend aan de neus. De neus wordt er gewoon uitgedrukt. Dat laat ik ook even zien. Ik maak dit een beetje glad. Ik druk hier al een beetje wat klei omhoog, zodat er al een neusje ontstaat. Dit is het midden. Hier zet ik een stukje. En dan ga ik hier met het boetseerstokje wat gaatjes maken. En zo kan ik dan een neusje even bij elkaar. Ik licht het bovenlipje een beetje op, zodat ook dit gaat ontstaan wat bij een baby kenmerkend is. En dan druk ik met het onderlipje zo naar boven. Dan zie je al heel grof zo'n baby hoofdje ontstaan. Ik heb nu zover dat gezichtje heel mooi glad gemaakt. En begin ik even aan de nek. De oren heb ik er ook nu alle twee op gezet. En nou ga ik de nek beginnen. Daar doe ik een rol klei omheen. En ga dat allemaal weer netjes vastzetten. En dan doe ik wat lijm aan het wimpertje. Zodat het wat beter erin blijft zitten. Want het is even een gepriegel. De lipjes die gebruik ik een heel klein kwastje voor. En die ga ik dan zo helemaal bedekken met het rood. Nu komt het pruikje. En dat pruikje dat je kan ook met losse haartjes zo erop bewerken.
Maar het resultaat van een bestaand poppenpruikje is mooier. En gelukkig kunnen we dat op de poppenbeurs kopen. Nou, u ziet, het hoofdje is nu helemaal klaar. En kan het in de oven gezet worden om gebakken te worden. Terwijl het hoofd staat te bakken in de oven, kan ik beginnen aan de handjes en voeten. Ik maak dus al zo'n 30 jaar poppen. En het is met allerlei poppen begonnen. Ik begon eerst met Pierrots, met clowns en karakterpoppen, kinderpoppen. En ineens werd ik helemaal geraakt door baby's. Ook vanwege mijn dochter die zwanger was geworden. En ga je toch nieuwsgierig worden? En heb ik zo babyplaatjes bekeken. Ik dacht, het is misschien ook eens een uitdaging om daar eens aan te beginnen. Ik ga nu de vingertjes snijden. Eerst in het midden, dan hier in het midden en dan hier in het midden. Om een beetje gelijke hoeveelheid te krijgen. Ik heb de nageltjes erop gedaan en hier ziet u het resultaat van het voetje. De handjes en de voetjes staan nu in de oven te bakken. En in die tijd ga ik nu aan het lijfje beginnen. Het lijfje, daar gebruik ik een patroontje voor die ik ooit eens op de poppen- en berenbeurs gekocht heb. Van een berenmaakster die dit lijfje had ontworpen voor een beer. Maar zelf vond ik het ook heel geschikt voor zo'n babytje. Omdat het toch wat kromme armpjes en beentjes heeft. Dus dat is er heel geschikt voor. En dat heb ik dus zo op dubbele stof gelegd. Dit hoef ik maar één keer van dubbele stof uit te knippen. De arm en de benen doe ik dus tweemaal uit dubbele stof. Nu ga ik de armpjes en beentjes vastzetten aan het lijfje. En dat gaat met behulp van een paar schijven. Want dan kan het altijd dat baby bewegen, je kan zitten en armpjes kunnen bewegen. De grote schijven gaan in het lijf en hier in de been. Stop ik wat granulaat in. Nu ga ik de handjes en voetjes aan het lijf bevestigen. En dan gaan we wel even kijken of je wel de goede voet hebt. Dat we niet links en rechts. Nou, nu gaat het hoofdje erin. Is Marienke helemaal aangekleed en klaar. En ook dat is toch een groot feest. De baby is klaar en ik vind het toch wel heel leuk om haar Marienke te noemen. Want dat is toch weer voor mij een herinnering van vroeger toen ik geboren was. Toen mijn vader dus die namen aan ging geven op het gemeentehuis. Toen mocht de naam Marienke niet. En daarom wil ik nu gebruik maken om deze baby Marienke te noemen. Vind ik toch heel erg leuk.